Zuidwest-Nederland en Oost- en West-Vlaanderen zijn perfect gelegen om de biogebaseerde economie waar te maken. We hebben heel vruchtbare landbouwgrond en landbouwers die ervoor gaan. We hebben ondernemingen die gewoon zijn om in te spelen op die kansen. En we hebben onderzoeksinstellingen, universiteiten die heel sterk bezig zijn met de biogebaseerde economie. We hebben alle troeven om daar samen economie van te maken. Al bijna 50 jaar maken we hier bij Dow in Terneuzen gebruik van petrochemische grondstoffen. Via complexe installaties gebruiken wij deze grondstoffen om een grote variëteit aan verschillende producten te maken. Toch realiseren wij ook dat onze grondstoffen uit olie eindig zullen zijn. En daarom zijn wij op zoek gegaan naar alternatieven om te kijken hoe kunnen wij onze complexe processen op een andere manier inrichten, meer gebaseerd op duurzame grondstoffen. Dat is een proces wat nog jaren zal duren, wat nog een groot stuk onderzoek vergt. Maar we hebben die richting ingeslagen en wij zullen daar onze bijdrage toe leveren. De ontwikkeling van de fossielgebaseerde economie heeft ongeveer een eeuw geduurd. Maar die loopt vandaag op zijn laatste benen en we zitten vandaag reeds volop in transitie naar een biogebaseerde economie. En dat gaat veel sneller. Via BioBase Europe werken Vlaanderen en Nederland samen om die transitie naar de biogebaseerde economie versneld aan te kunnen. En dat is ook nodig als we willen gewapend zijn voor de toekomst. Er zijn in Nederland ongeveer 73.000 hectare buten. Dat is 13% van het akkerbouwareaal in Nederland. Dat levert ongeveer 5 tot 6 miljoen ton suikerbieten op. En daar maken we dus jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton suiker van. Ja, en natuurlijk nu steeds meer gaan we ook grondstoffen maken uit die biet voor de plasticindustrie en de chemische industrie die daar dan biologisch afbreekbare plastics van kan maken. BioBase Europe is een mooi voorbeeld van wat we open innovatie noemen. In de BioBase Europe Pilot Plant kunnen we de stap maken van het laboratoriumonderzoek naar de industriële productieschaal. Bedrijven kunnen terecht bij de BioBase Europe Pilot Plant om hun processen versneld naar een industriële productiestap te kunnen brengen. Nou, wat u hier ziet, hier bouwen we een nieuwe vergistingsinstallatie. We gaan hier allerlei restmaterialen vergisten tot biogas. Dat biogas gaan we op het net zetten, op het aardgasnet. Misschien ook nog wel leuk om te vertellen dat hiernaast een nieuw bedrijventerrein komt, nieuw Prinsenland. Ongeveer 220 hectare glastuinbouw en 50 hectare biobased economy bedrijven en voedingsmiddelenbedrijven. En uiteindelijk proberen we op deze manier een bijdrage te leveren aan de vergroening van productieprocessen. Bij de overgang naar een biobased economy moet het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs vele nieuwe wegen ontdekken. Dat kost tijd, geld en energie. Maar alleen samen kunnen we de noodzakelijke veranderingen realiseren. En dat begint hier, het opleiden van goede medewerkers. Daar willen wij als multinational graag onze bijdrage aan leveren. Ondernemers laten zich niet weerhouden door grenzen. Beleidsmensen, politici, onderzoeksinstellingen mogen dat ook niet doen. We moeten samenwerken om die biogebaseerde economie waar te maken. We zijn een regio met een grote dynamiek en samen kunnen we het aan.